Good morning, RedTube! Yo gasten, welkom bij Team Dief. Ik ben Jeff en ik heb vandaag voor jullie een MW3 gameplay. Ja, zeker 42 om 8. Nou, dat is toch best wel lekker. Ja, toch niet dan. Hey, ik heb de afgelopen tijd heb ik weinig upload. In ieder geval qua commentaries dan. Tuurlijk heb ik een ome Henk gedaan en dat soort dingen. Maar echte commentaries zoals deze, ja eigenlijk niet. En daar heb ik gewoon mijn redenen voor. De eerste is natuurlijk gewoon het hele bloedje heten weer. Rete heet weer. maar goed. Het is natuurlijk pis heet buiten. En ja, daar ga ik gewoon geen commentaries in spreken. Daar ga ik gewoon geen... Ik ga niet zitten gamen, weet je. Dan ga ik liever even lekker varen. En dan lekker eventjes gewoon lekker met de motor weg. En je kent het allemaal wel. Ken je het niet? Kijk dan gewoon even mijn filmpjes natuurlijk. Je hebt even meer hobby's dan... Zou zelf zoiets hebben van ja, als je daar de keuzes tussen hebt, zal ik dat zeker doen. Ja, toch niet dan. Oké. Allereerst wou ik ook nog eventjes zeggen sorry. En dat wil ik doen naar de heer M. Klaver. Sorry, ik heb een andere auto gekocht, maar niet bij jou. Het is dit keer geen Toyota, nee, het is een Volkswagen Golf 4. En die heb ik gekocht bij een bedrijfje in... ver weg niet staan. En ja, ik ga er niet eens reclame van maken, want het was zo bizar slecht qua service. Tenminste, als je een auto koopt, weet je, het is dan wel geen nieuwe, maar goed, je betaalt er even goed nog wel een hoop centen voor. Hè? En dan krijg je niet eens een bak koffie. Ja, dat soort dingen, weet je. Ze halen niet eens even een doekje over die auto en dan ja, vind ik toch zoiets van, nou... Ja. Dat vind ik dan weer een beetje jammer. Nou goed, dan heb je een onwijs smerige auto ook en zo. Niet eens even uitgezogen of wat dan ook. Ze hebben er dan nog net een nieuwe APK op gedaan. Omdat ik dat gewoon eiste en zo. Maar voor de rest, ja, het was echt zuur en gewoon zeuren. Maar goed, ik wil er niet al te veel over hebben. Het is op zich een hele mooie auto. Een goed ding. Meteen even andere geluidsinstallatie. Ik kom niet eens mijn woorden uit. Ja, ik maak dit even naar mijn nachtdienst. Maar goed. Geluidsinstallatie, wat erin zat, was niet al te best. Dus er moest meteen weer zo'n dubbel ding in. En ja, wat is dat nou eigenlijk? Ja, het is in ieder geval zo'n ding waar je filmpjes op kan kijken. En je kan er van alles mee, joh. Je kan Bluetooth bellen en weet ik het allemaal, joh. Ik kan van alles mee. Ik weet zelf nog niet eens wat je er precies mee kan. Maar goed, waarvoor heb ik hem nou eigenlijk gekocht? En dat is meer voor het handsfree bellen, weet je wel. Dat scheelt gewoon 3,5 van mij, geloof ik, zo'n bekeuring. Over bekeuringen gesproken, ze hadden me van de week ook al een paar keer te pakken gehad, die vuile ratten. Daar staan ze weer, of tenminste staan ze. Ze staan niet eens, ze leggen op hun buik, leggen ze in het gras te kloten achter een andere camera op zo'n driepoot, weet je wel. En dan zitten ze op te wachten als je dan met een motor voorbij komt en je rijdt 10 kilometer te hard. Wauw, daar word je voor gestraft, jongen. Ik heb godverdomme, wat was het nou? Ik geloof dat ik iets van 91 euro boete moet betalen, weet je wel. What the fuck, het wordt je gewoon... zo geleerd om met de motor 10 kilometer harder te rijden. In ieder geval dat je sneller rijdt als het overige verkeer. Nou, dan wil rijden dus 10 kilometer harder. En dan legt zo'n hufter, want dat is het. Legt gewoon op zijn beuk, legt hij gewoon in het gras te wachten. Dat jij eindelijk eens een keer voorbij komt met je brommert. En dan gaan ze hier een beetje staan flitsen, weet je. En what the fuck, zoek gewoon een baan, weet je wel. Als je echt niks kan trouwens, dan kan je nog beter nog naar de... als je echt helemaal niks kan, kan je altijd nog terecht bij de stadswachter. Ik weet niet eens of het nog bestaat, maar dat zijn ook van die vuile ratten. Kijk, zo denk ik erover. Van de week ging ik ook nog kijken voor een andere auto. Tenminste, ik niet. Sam die ging heen met mijn schoonvader. En toen was ze ook weer geflitst met 6 km te hard op de A4 aan de linkerkant. What the fuck? Hebben ze nog een trajectcontrole? Ja, ik wist het wel, maar Sam niet. Dus dat was ook weer, geloof ik, iets van 41 euro of zo. Dus ja, het geld gaat erg hard zo. Maar goed, dus een nieuwe auto, weinig uploads in verband met het weer. Hé, wat een commentary dit. Oké, ook zal ik nog wat video's gaan geüpload hebben voor Pudina075. Ik weet ook gewoon een aantal mensen van jullie die zijn ook gewoon geabonneerd op hem. Goeie gozer, echt een heel leuke jongen, onwijs mee lachen. Heb je zoiets snel, what the fuck, wie is dat? Check gewoon even mijn kanaal en dan kijk je gewoon eventjes bij de Dutch YouTube Gathering nummer 8. En daar komt hij ook gewoon een paar keer in voor. Dat is dan Pudina, weet je, Brendan, mijn maatje. En ja,
Ik zou voor hem een aantal dingetjes gaan uploaden. Maar ja, als die lul, want dat is het, hè. Dat mag ik zeggen. Als die lul dan niet even die video's goed doorstuurt naar me. En gewoon even zijn wachtwoord geeft als YouTube. Dan kan ik wat voor hem doen. Maar ja, dat heb je allemaal niet gedaan. Ik kreeg foutmeldingen met het versturen van de filmpjes. En hij heeft zijn wachtwoord niet gegeven. Dus ja, wat kan ik dan nog voor hem doen? Precies, helemaal niks. Beetje zuur, maar goed. Jongens, ik zeg je één ding. Als hij terugkomt van vakantie, gaan we het allemaal regelen. En dan gaat hij gewoon, doen we het gewoon één keer of ja, denk twee keer in de week of zo. Gaan we gewoon even wat uploaden. En dat is gewoon een hele leuke serie. Het is een co-op serie van Battlefield 3. Dus dat is ook voor erg vet natuurlijk. En ja, we hebben hem al opgenomen. We hebben, even kijken, geloof ik 6 series of zo. 6 afleveringen van die serie. Wel erg grappig. Ik wil gewoon graag jullie reacties weten daarop. Zo direct dan als het upload is. En dan gaan we gewoon eens even lekker kijken wat we er voor de rest mee kunnen doen. Ja toch? Niet dan. Jeff, dat zeg je ook veel. Goed. Dat zeg je ook heel veel. Dus, ja, dat zeg je ook heel veel. Inderdaad, ja. Krijg nou wat. Als jullie het zeggen van Jeff, dat zeg je veel. Dan zeg je, oh ja, oké. Dat is ook eigenlijk wel weer zo. Maar goed. Kijk, dan zeg ik het weer. Ja, wat een kut commentaar hier. Het begin was het ook al een beetje. En dat was nou alweer helemaal een beetje klote. Een beetje klote commentaar hier. Maar goed, dat maakt niet zo heel veel uit natuurlijk. Oké. Okay. Nou, er komt ook weer een videootje met Vis natuurlijk. Hè, met onze nieuwe serie. Die komt ook nog online van de week. Dus moeten we gewoon even kijken wanneer die komt. Dus houd gewoon even het kanaal in de gaten. Over Vis gesproken. Vis is vandaag, is hij jarig. 33 wordt hij. Met tijgertje. Dus, ik zou zeggen jongens. Misschien is dat wel leuk. Nou, de meeste, tenminste eigenlijk iedereen die kent Vis toch wel. Ja toch, niet dan. Ken hem niet? Kijk gewoon even zijn kanaal, FishNatorNL. En feliciteer hem even. Zoek hem even op zijn kanaal. Zoek daarbij dan even je leukste video's. Je hebt vast wel wat in je favorieten staan. Klik die video even aan, want dat lijkt me wel grappig om dat even te doen, weet je, voor Vis. Ga naar zijn kanaal, zoek jouw allerleukste videootje uit van Vis. En feliciteer hem daar. Vis, ik vind dit jouw leukste video en gefeliciteerd met je verjaardag. Dat vind ik wel grappig om dat te doen voor hem. Ja toch? Dan ga ik van de week, dan ga ik eens even, ik denk misschien dat ik vrijdag even naar hem toe ga. Dan ga ik even een paar feestmutsen meenemen. Uit Amsterdam vandaan. Die kosten wel wat. Dan heb je ook wel wat. Ja toch niet dan. Wat toeters en ja, wat vlaggetjes. Die haal ik gewoon bij de CNA. Vlaggetjesweken voor CNA. Dus ja, dat komt ook helemaal goed. Maak er gewoon een Amerikaanse feestje van dan. En dan neem ik gewoon mijn eigen bier mee. Dat komt allemaal wel goed, Vis. Ik zou zeggen jongens, bedankt weer voor het kijken. En ik spreek jullie weer later. Voor degene die zeiden, Jeff, je zei RedTube. En die allemaal een berichtje achter hebt gelaten. Dat klopt. Jongens, tot later. Ciao.